Vandaag gaan wij verstoppertje spelen met meer dan 200 mensen. De winnaar zal 240 flesjes focusdrink winnen. Alleen maar blauw en alleen maar oranje. En omdat ik dat zo zielig vond, heb ik er één rode focusdrink bij gedaan. Daarna zal ik alles inladen in de auto. Zelf ook in de auto stappen. Even naar mijn focusdrink flesjes kijken. En dan is het tijd om ze te gaan bezorgen. Want ik ga ze persoonlijk bezorgen. Zijn we met Robby? Ja, ja, ja. Ik heb er zoveel zin in, jongens. Want ze moeten weer verstoppen in verschillende arena's. Je hebt de blauwe focusdrink arena. Je hebt de oranje focusdrink arena. Je hebt de rode focusdrink arena. En we hebben een mysterie finale. Preview. Het is groene focusdrink. En zo, Robby. Kijk, ze vliegen. Mensen die... Mensen worden weggelounged en kijk ze gelijk rondrennen om een prachtige plekje te vinden waar ze moeten verstoppen, jongens. Maar eigenlijk mogen wij helemaal niet kijken. Nee, wij mogen niet kijken. Laten we wegvliegen. Laten we mensen even een paar minuutjes geven om te verstoppen en dan gaan wij ze zoeken. A few moments later. Robin, de tijd zit erop. Mensen die zijn verstopt. Ik zie daar letterlijk al iemand staan. Dus hij gaat de verdrietigste eerste persoon zijn. Dat ben je niet. Ja, kijk, daar staat hij. Maar er zijn een paar extra regeltjes. Er zijn verschillende focusdrinkflesjes door de map verspreid. Een blauwe focusdrinkflesje geldt voor deze map natuurlijk. En heb je die gevonden, dan krijg je een gratis ticket naar gewoon het volgende level. Maar dan kan je gewoon niet dood hier. Wauw, dus laten we beginnen met deze guy. Ja, zullen we hem gewoon sparen? Dat is, ik vind het een beetje zielig eigenlijk. Zielig? Ja. Dan had hij... Nee. Nou, pak hem maar dan. Van jou, dier. Oké. Je hebt PvP nog uitstaan, hè? Ja. Wie is het? Je suis Milan is dood. Als allereerste. Dan ben je zo graag gehyped voor dit event. En dan win je gewoon niet de focusdrink door Robin. Door alles aan Robin te danken ook weer, hè? Ik zie weer een armpje. Laten wij jou dan ook eventjes afmaken, Techno Jack. Het verbaast me dat ik zo weinig mensen tegenkom. Hallo! Naast jou. Hallo, je kan rennen wat je wil, maar kom hier. 1, 2. Oh, je schudt nee. Oh, nee, oké. Weet je wat dan? Doei. Maar hoe gaan we die score weer bijhouden? Want we hebben vorige keer hebben we dat niet erg goed gedaan. Nou, dat doen we nu. Hey, hij heeft een focusdrink flesje. Kijk! Ja! Jij krijgt gewoon een free pass. Ja! Jij bent veilig, jongeman of mevrouw. Ik weet niet wie je bent, maar jou mag ik niet doodmaken. Ja, hoe we dat gaan doen met de score is gewoon tellen. Gewoon op eigen gevoel. Kijk, net zoals deze guy, dit is plus 1. Hier, Mr. Miel. Dus we hebben nu 5. Ja, 5 dood. Hallo, meneer. Dag, Daan. Je kan me wel volgen met je flesje. Maar ik weet het wel, je hoeft me niet te volgen. Is één zo'n guy met een flesje. Oh, 2 guys met een flesje. Ja, jongens, allebei een flesje. Hé, wanneer ga jij kills maken? Ja, ik kom gewoon niemand tegen. Ik wel, like a cupcake. Daar. Er lopen allemaal mensen achter je aan. Ja, allemaal met een flesje. Jij gaat trouwens dood. Kijk, deze hebben een flesje allebei. Laat me met rust. Die is dood, echt waar. Hé, 3 mensen met een flesje. Ze blijven... Hé, hey, hallo, heb je ook 4 mensen met een flesje? Iedereen met een flesje achtervolgt me gewoon. Wat goed. Oké, ik ben de caves ingegaan. Hallo. En er is eentje dood. Er is nog eentje dood. Oh, die had een flesje. Geteld? Ja, Rickard Jansen, die moet je reviven. Jij had een flesje niet, dat is niet eerlijk. Rickard Jansen, oké? Die moeten we even onthouden. De naam Rickard Jansen. Die krijgt de tweede kans. Hij had een flesje, maar had hem niet in zijn handen. Het is zo leuk om mensen gewoon dood te slaan. Dat ze gewoon in één klap dood zijn. Er is niks dat ze kunnen doen. Hallo, jongens. Hallo. Wat gaan we doen met z'n tweeën hier? Hey. Wat is de planning? Iemand met een cape. Echt? Hallo, van mij. Je kan wel rennen, maar het is klaar, meneer. Wakker worden. Wakker worden. We hebben er 45 ongeveer, denk ik. Oh. Dus nog 5. Nog 5 en dan gaan we door naar de volgende ronde. Hé, hey, hier heb ik er 1. Hoe is hij daar gekomen? Wacht even hoor. Hoe ben jij daar gekomen? Hoe wil ik jou killen dan ook daar? Ik kom er niet bij. Hé, hey, hier nog 1. Hoeveel moeten we er nog? Nog 3. Oh, wacht. Ik ren niet achter iemand aan. Hoppa! Wacht, kijk. 1, 2... Nee, ik had hem niet. Ik had hem niet. Oké, dan heb ik er hier 2. No. Oh, nee, wacht. Ze staan in elkaar. Oh, ik wil deze guy heel graag. Ik weet niet wie dit is. Ik heb hem. Oh, maar dan moet ik dus kiezen tussen deze 2. Jij moet er nog maar eentje killen. Ja, kill maar de rechter. Ja. Hop. Oké, de rechter. No, sorry, Bart. Oh, hier staan er zoveel. Oh, maar die hebben allemaal geluk. Geluk! We gaan door naar ronde 2. Ja, laten we doorgaan naar ronde 2. En daar is iedereen weer klaar voor ronde 2. In ronde 2 zijn we natuurlijk in het oranje mapje van de oranje focusdrink, jongens. We hebben hier ook prachtige mensen staan. Iedereen is aan het rondrennen om zich weer te gaan verstoppen. En deze ronde, hoeveel gaan eraf, Robin? Weer 50. Weer 50 mensen. Max, ja. Nou is mijn beurt. Ben jij er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Deze guy die komt trots aan met zijn focusdrinkfles. dat hij niet af is. Ja, heel goed van jou. Heb je goed gedaan. Toch ben je af.
Nee! TP maar terug. Hier, je krijgt nog een kans. Geen zorgen. Ja! Yeah! Oké. Laten we gaan zoeken. Oh, hier links. Ik zie hem ook al. Nee, hij is van mij. Hier! Ik heb hem. Ik ben een betere YouTuber. Ja, dat weet je sowieso. Wat leuk is? Er zit hier natuurlijk een mansion. Dus laten we daar ingaan en daar gewoon even gaan zoeken naar mensen. Kijk die in dat hoekje daar. Hoe is hij daar gekomen? Oké, ik heb respect voor hem. Laten we hem maar gewoon zitten daar. Oké, welkom in de mansion. Ik geef je even een rondleiding, Robin. Kom binnen. Dankjewel. Voor de rondleiding lopen wij eerst hier naar links. Dan heb je hier gelijk geen mensen. Dus we gaan hier gelijk weer weg. En hier? Ook niet. Ja, hierachter. Ook niet. Oeh. Nou, het verbaast me dat mensen... Ze gaan wel dieper de mansion in dus. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Pak hem. Ja. Moord. Moord. Hey. Huh? Oh. Je hebt ook een flesje. Ik ga naar de bovenverdieping. Ja, prima. Oh. Ik heb ook eindelijk iemand gevonden. Dat was letterlijk nog maar de eerste. Ik denk dat mensen inderdaad gewoon naar boven zijn gegaan. Want de onderverdieping vinden ze denk ik te riskant. En ik snap ook waarom. Want het is het eerste wat we checken. Ja, ik heb jou. Hallo. Ja. Ja, eigenlijk, hè? Wat? Iedereen die we killen, ontnemen we dus de kans op die 240 flesjes. Je wil gewoon zo graag al die flesjes. Oh, je hebt inderdaad ook een mooie focus drinken. Ja, dat heb je goed gedaan. Eén linker muisknopje ontneemt gewoon iemand zijn 240 flesjes focus drink. Ja, precies. Ik ga even buiten de mensen. Ga jij maar lekker binnen de mensen, maar ik vertrouw het niet. Wat is er? Wolfje, die leidt me iemand. Waar leid je me naartoe, Wolfje? Zit hier nou iemand te snitchen? Nee, hij heeft ook een flesje. Hij staat tegen de afstand. Hoi! Hier, oh, sowieso zit hier onder mensen. 100%. Ja, betrapt! En hier. Ja, hallo! Oh, het is zo lullig. Hij weet dat hij niet flesjes het spijt met Jabino. Zo lullig. Je hebt René! Nee! Oh, arme René mist de kans op focusringsflesjes. Ja, nee, dat was leuk geweest. Ja, dat kijk dan had je een verre persoonlijke bezorging. Oh, free René, free Rini. Frini! Ik wil allemaal onder deze video een hashtag Frini. Achtervolging, te voet. Backup. Zulu, vliegen boven. Edo, weet ik veel, politie. Hier komen. Kom hier. 1, 2, hoppakee. Hey. 1, 2, 3, 4. Dan moet ik snel gaan turven. 5, 6. Oh, die hadden allebei. Oh, die hadden een blauw flesje. Dan is het niet erg. Blauw flesje telt niet. En. Hé, dat is Patrick. Wow, we hebben Tralek, Young en Patrick achter elkaar. En deze guy is ook. Ik heb er weer drie. Jezus, je gaat hard. Oké, ik ga ook iemand killen. Nog 5. Oh, nog 4. Oh, deze guy die zit slim. Oh, hij kan geen. Robin. Ja? Ik heb er 2 en die kunnen geen kat op. En ze zijn voor hun leven aan het shiften van... Nee, alsjeblieft. Doe het niet. Jongens, wat gaan we met ze doen? We kunnen er nog 2. Oké, wacht, TP even namen. Oké, dan doe ik er hier... Nee, wacht, ik weet een beter idee. Want ik heb hier eentje. Oh, dus dan moet jij er daar 1. Nee, wat lullig. Ja, nee. Wat lullig. Oh. Kijk ze nou. Jij zijn net rechts, dus doe nu maar links. Liedje, het spijt me. Nee, dat is helemaal niet. Nu de felicitaties door. Dan gaat hij echt gewoon... Hij heeft het moment meegemaakt van zijn leven. Nou ja, dat was het, denk ik. Ja, dat was op naar de ene laatste ronde. De halve finale. Oh, wat lekker, hè. Ja, wat lekker. Oh ja, zo lekker. Hey, wil je nou ook misschien allemaal focus winnen? Dan moet je zeker even abonneren en eventjes liken. Want dan zie je alle video's van Walnut. En dan staat alle acties daar. En dan kun je altijd meedoen als je wilt. En dan... Nee, je moet. Ja, veel plezier. Smakelijk drinken. Terwijl iedereen aan het verstoppen is in het één na laatste half finale level, kunnen wij even aanschouwen wat voor... Oh, ik word getalenteerd. Hallo. Hallo. Wat Hallo. Ziet er mooi rood uit? Jij ook. Zo ziet iedereen eruit. Ik ben ook rood. Hoppa. Hey. Jongens, we zijn gevaarlijk. Maar het rode level is natuurlijk het rode focus drink level, jongens. Hierna gaan we door naar de finale en dat gaat even een verrassing zijn. Hoi. Hoi, ben je er klaar voor? Kunnen we zoeken? We gaan zoeken. Ja. Deze keer moeten we 46... Hij heeft een flesje, Robin. Kijk hoeveel flesjes hij had. Oh, nee, shit. Oh, mijn god, hij had er zoveel. Verraad. Hier, kom maar. Hier liggen je flesjes. Pak ze maar weer op. Goed zo. Ja, goed zo, ja. Nou, dat betekent dat hij doorgaat naar de finale, want hij heeft een rood focusdrinkflesje gevonden. En ik zie hier weer iemand. Jongen, jij bent af. Jouw kans om 240 focusdrinkflesjes is weg. En een thermofles. Thermo. Nou, ik ga ook de Minecraft in. Oh mijn god, zo'n mineshaft is echt focusdrankje. Vervelend. Heet die focusdrankje? Ah, ja. Had het leuk geweest als hij had gewonnen. Had hij echt focusdrankjes gewonnen. Hallo, oh, waar gaat dit helemaal heen, jongen? Wat een minesysteem. Zouden mensen hier ook echt verstoppen? Of... Hé, een kist. Ah,
Jij hebt het zeker gevonden, hè? Nee, je hebt het niet gevonden. Anders had je hem al in je handen. Daar. Oh mijn god, ik word... Hey! Oh! Twee aan het einde. Wacht, ik ga ze insluiten. Oké, jongens. Wat is de planning? Wat is de planning met z'n tweeën? Knuppel 63. Ze zijn aan het bidden voor me. Wacht, ik heb een leuk idee. Hallo, jongen. Waarom heb je je cape nog om? Wat dom. Doei, Koentje. Weet je? Ik spaar jullie. Niet. Doei. Huh? Oh, mensen zitten hierboven. Jij had een goede plek, ouwe. Helaas is het er net niet... Ga rennen dan. Rennen. Sneller. Daar. Dag, aapje. Oké. Okay. Jo, heb ik. En jou ook. Oh, dankjewel. Oh, wat dankjewel. Zeg maar toch dood. Daar. Gast, deze guy... Oh, die heeft ook een oranje. Die heeft en een oranje en een rode. Imagine dat je ze gewoon alle drie vindt. Deze man had twee oranje. Daar heeft hij alleen niet zoveel aan nu. Hallo. Hallo. Wat stond dit nou? Max, je moet eigenlijk echt naar mij komen. Hoezo? Dit is niet normaal. Oké, wacht. Breng me maar. Je ziet zijn arm er doorheen. Oh, maar kunnen we hem dan slaan? Ja, maar dan ben ik bang dat we het kapot... Wacht. Kijk. Oh. Hallo. Nou, want zo gaan we hem niet killen. Dat is lullig. Hoe gaan we daar komen? Hoe is hij daar gekomen? Laat hem zoeken. Ja, dan is hij zo meteen weg. Dan zoeken wij onze klaplazers. Het grappie. Oh, volgens mij... Ja, ik ben er. Kijk, Max, ik ben er. Wacht. Jij bent zo... Hier. Hallo. Daar. Oh, wat kut. Nog vijf. Ik ben nog zo vijf. Diep in de mineshaft. Dat is niet normaal. Ik ben hierboven aan het zoeken naar mensen die wild aan het rondrennen zijn. Ik heb een leeg kist losse gevonden. Vlodders. Nee, dit is het dan een beetje hier. Hallo, ik ga nu 240 flesjes van jou... Kom eens even hier. Nee, hier komen. Space gebakkie. Niet eens gebakkie. Ja, jij ook daar. Oh. Hallo. Ja, ik zag hem. In jou heb ik gespot. Geen ontkomen aan. Hier komen. Huh? Hij vloog weg! Huh? We hebben de cheater! Dat meen je niet. Jawel. Ja. Ik zag het wel. Deze guy. Wie is dit? Is dit hem? Ik moet er even achter komen of dit hem is. Er vloog er één gewoon weg. En ik wil niet dat de cheater gaat winnen, jongens. Deze guy is dood. Risio 2. Free. Nog één. Nog eentje. Oh, hier. Oh, je rent er geen weg. Is dat hem? Is dat de laatste? Hier rechts, daar loopt hij. Zie je hem? Ik ga hem afsnijden. Sluit hem in. Ik ga hem afsnijden. Ja, daar is hij. Hij zit achter deze boom. Daar is hij, pak hem. Of ja, boom. We hebben hem. Dan gaan we door naar de finale. En dat is een mysterieus level, jongens. Want wij hebben een nieuw focus drink drankje uitgevonden. Wil jij nou ook deze prachtige Minecraft servers om lekker met je vrienden te spelen of ook je fans te hosten? Wie weet, kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor de beste Minecraft servers. Einde reclamespotje. Robin, we zijn hier. Ja? We zijn hier in de finale. Er blijft er nu nog maar eentje over en dat is de winnaar. Die gaat 240 flesjes focus drink winnen. En een thermosfles. Yay! Laten we gaan zoeken. Ja, ik gaan we ervoor? Benieuwd. Ja, we gaan er gewoon voor. Het is gewoon tijd dat we die beruchte groene mannetjes allemaal in deze map eens even een klapje gaan geven. En dat één iemand maar blijft gewoon over. Imagine die druk die je hebt als je gewoon nog over bent en het zijn echt nog maar vijf of zo. Dat je denkt van... die is uit de wereld gevallen. Kijk, ik denk dat heel veel mensen daarom dan ook naar de randjes zijn gelopen. Oh mijn god, weer één uit de wereld. Jongens, je moet al oppassen, zeg maar. Het is niet de bedoeling dat je uit de wereld valt. Kijk, hier zijn sowieso mensen naar beneden gesprongen. Wie? Ja, putrapt! Er is iemand dood. Oké, de eerste dan. Die kan je... Oh, we hoeven ook niet meer te turven. Het is nu gewoon tot er nog eentje overblijft. Ja, maar hoe weten we dat? Inderdaad, door te turven. Dus ik ben inderdaad aan het turven. Ik ren achter iemand aan. Masani. Ai! Wouter! En dit Wouter. Hier is iemand aan het vliegen. Echt? Pak hem! Vlieg erachternaast! Zorg dat je hem hebt! Ik ben aan het vliegen! Oh, pak hem! Ik zie hem vliegen! Ik ga erachteraan! We hebben een hekker gevonden! Waar is hij? Hij is naar beneden gesprongen. Kut, hij is hierheen. Oh ja, ik heb hem. Heb je hem nog in zicht? Ja. Oké, erachteraan ook. Erachteraan. Politie! Hacker, hij mag niet winnen met geen mogelijkheid. Ik had hem bijna! Oh, hij moet af! We mogen hem niet uit het vizier verliezen. Uit het zicht. Oh, pak hem alsjeblieft. Hij moet dood. We gaan niet een hacker of een cheater gaan we zoveel flesjes geven. Ja! Ja! We hebben hem! Eindelijk! De hacker is af! We gaan hem bannen. Hij komt nooit meer terug. Upcraft, jij mag nooit meer meedoen. Laten we gewoon weer verder lopen. En als we ergens niet meer opkomen, dan vliegen we. Maar tot die tijd gaan we gewoon niet vliegen. Hey, hallo daar. Doei. Hey, kijk, zoals hier is iemand. Hier is iemand. Hoe ben jij daar gekomen, jongeman? Dat betwijfel ik. Huh? Oké, ik ga kijken of dat legit is. Haha, deze man valt van de map af. Huh? Hoe is hij daar gekomen, ouwe? Oh mijn god, heeft hij... Ja, dit was de manier. Jawel, betrapt. Ja. Oh, wacht, kijk. Wat gaan we doen, hè? Doei. Nee! Hij vliegt! We hebben er nog één! Nee, ik had hem gewoon dood moeten slaan. Waar? Oh, nu zijn we erachter gekomen. Pak hem. Slaan hem dood. René, we hebben... Ja! Ja! Snoep!
snoepwinkel. Jij bent ook verbannen. Nooit meer terug. Oh, ja. Ik heb jou betrapt. Ben jij ook een cheater? Ik ga er nu gewoon proberen achter te komen. Ben jij een cheater? Deze had ik tenminste wel snel. Ja, dat klopt. Nee, dit is geen cheater. Trident Sven gaat gewoon dood. Weet je wat we misschien wel kunnen doen? Is iedereen eventjes weer... Nou, iedereen die nog steeds levend is, gewoon weer lekker. Omdat het extra moeilijk is dan. Eventjes weer naar het midden tp'en. Zijn ze weer allemaal getp'd? Ja, natuurlijk. En wat doen wij dan? Dan moeten wij weer even wachten. Wij wachten heel eventjes 30 secondjes. 30 secondjes. Lekkere, dikke, grote secondjes. A few moments later. En het is weer tijd om te gaan zoeken. De mensen allemaal weer naar het midden geteleporteerd. Iedereen heeft weer een nieuw plekje gevonden. Robin die vliegt lekker rond. En het is dit is niet waar. Ik zag het, jij bent ook een cheater. Ja, dat klopt. Oh, de stress die er door mijn lichaam gaat als er een cheater gevonden wordt. Oh, die moeten we dan krijgen. Maar waarom? Dat is toch ook gewoon vervelend? Hey. Wat? Wat is het daar? Nee, dat vertrouw ik daar ook niet. Hallo daar. Ik zie je wel. Waar ben je, Max? Ik zie hier iemand achter. Ah, ik heb iemand dood. Kijk. Zie jij. Ja. Daar. Wacht, we kunnen dat testen, hè? Kijk. Oh, jawel. Ben jij een cheater? Ben jij een cheater? Is dat een cheater? Dit vind ik erg lullig, Robin, dat we dit hebben gedaan. Maar trouwens, je had sowieso naar hem toe gelopen. Je had sowieso Arum gekild. In dit level mogen we trouwens wel gewoon een beetje vliegen hier en daar. Anders is het echt onmogelijk. Ach, gast, echt niemand, maar dan ook niemand zit in het midden of zo. Nee, maar dat snap ik. Denk ik. Dat neem ik aan, ook inderdaad. Maar ik ben ook nog niet echt de caves in geweest. Laat ik dat eens doen. Ik denk, hier, deze guy die zat er, wolfje. Ah ja, twee flesjes, drie wolfje. Voor mijn editor, laten we nu even een compilatie doen van de eerstvolgende, weet ik veel hoe we killen, tot we er nog maar 5 over hebben. Dat gaat leuk zijn. Boom. Dood. Dood. Nou, we hebben er nog 6 over. Oh, 5. Laat maar, we hebben er 5 over op het moment. Oeh, dus dan is het tijd om de laatste 5 te teleporteren naar ons. Krijgen die nog 1 kans om het even te halen. En daarna is het klaar. Dan hebben we er nog maar eentje over, jongens. Daar zijn ze, de laatste 5. De laatste. Kijk, ze rennen met z'n allen gelijk, hè? Ja. Oeh, jongens, jullie moeten je verstoppen. Jullie moeten je gelijk gaan verstoppen. Robin? Ja? Waar ben je zover? Gewoon. Het is tijd om de laatste 4 te gaan zoeken. Het zijn er nog maar 5, maar we hoeven er maar 4 te vinden natuurlijk. En mensen zijn denk ik teruggegaan naar hun oude verstopplekjes natuurlijk. Denk je dat? Ja, maar die hadden we net ook niet gevonden, dus dat is een beetje een probleem. Pff, dat heb je goed. Dat is tevens juist. Goede onderneming van mij, hè? Ondervinding. Ja. Oh, wat zie je kunnen nog wat? Nee, je zit niemand. Hier heb ik al mensen gevonden. Ja, ik vind het een moeilijke situatie. En deel maar even met ze mee dat wij vanaf nu gewoon mogen vliegen. Ik heb er één. Heel dicht bij jou. Waar? Ja, kijk, er had een blauw vogeltje. Maar nee, ja, maar daar. Helaas niks walnootje. Aan. Nee, hij had moeten winnen. Walnootje. Wat is... We gaan hem revive. Nee, grapje, we gaan hem niet revive. Arm walnootje. Ja, ik heb er nog één. Echt? Huh, hoe dan? Pak hem. Vermoord. Boom. Vermorsel. Dat betekent dat we er nog maar 2 hoeven te vinden, Robin. Nog maar 2. En is helemaal klaar. Niet. Jawel, er zijn toch maar 3. 1. Huh? Wacht even. Kapitein Platoog en Whiskery Soep. Wat? Oh my days. Dat betekent dat we nog maar 1 iemand hoeven te vinden. Dit is het moment, Robin. Ja. De finale. Ik heb er 1. Nee. Robin, daar staat hij. Oh, nee. Wie is dit? Welke van de 2 is dit? Oh, okay, dat vind ik wat denk jij? Wat denk jij? Ik denk dat dit kapitein Platoog is. Ja, dat denk ik ook. Oh, wat lullig. Helaas ga je niet winnen, jongeman. 3, 2, 1. Oh, dat is kies. Kapitein Platoog is de winnaar. Ja, wacht, laten we even teleporteren. Wat is dit voor skin? Wat heb jij voor skin, kapitein Platoog? Oh, we hebben een winnaar, Robin. Laten we hem bellen en laten we hem heel gelukkig maken. Kijk, daar ben je. Ja, daar ben je. Geluk. Hey, je hebt gewonnen. Ja, dat merkte ik. Hey, wat vind je ervan? Ik ben hartstikke blij. Je bent hartstikke blij. Nou, dat is top. Weet je ook wat je hebt gewonnen? 240 flesjes focus drink, volgens mij. Ja, ja, dat heb je zeker gewonnen. Hey, maar weet je wat het mooiste van alles is? Nee. Er zit ook een thermosfles bij. Oh! Serieus? Ja, serieus. En dan nog een vraag. Heet je Bart of niet? Hé, hey, waar komt dit vandaan? Bart, hoe oud ben je als ik vragen mag? 14. 14, oké. Dat zijn, kan jij überhaupt wel zoveel... Waar komen die focusing flesjes vandaan? Kan jij überhaupt wel zoveel focusing flesjes op, denk je? Ik heb het nog nooit op. Je hebt het nog nooit op? Nee. Nou, dan ga je een ervaring van je leven krijgen, joh. Wij bellen jou zo meteen even terug. Blijf maar in dit kanaal zitten, oké? Wil je nog wat tegen voor de video zeggen? Ja, maar ik weet niet meer wat. Ik ga wonnen. Weet je wat nog? Wil je nog wat leukers weten eigenlijk? Nee, wij komen het... Wij komen het persoonlijk bezorgen. Oh.
Ja. Zo. Dus we komen helemaal met z'n tweeën gaan we gewoon al die focusingflesjes aan jou geven. Gewoon. Dat is wel leuk, ja. Mogen we vragen? Kijk, je hoeft het niet precies te vertellen. Maar in welke provincie woon jij? Zuid-Holland. Zuid, dat is dichtbij! Dat is niet ver! Dat is niet zo heel ver van mij vandaan, dus daar ben ik blij mee. Hé, hey, we komen zo meteen even bij je terug, oké? En dan is het nu tijd om op avontuur te gaan met Robin. Hallo. Laten wij naar Zuid-Holland gaan. En zo waren wij op weg naar het prachtige Zuid-Holland. Echter kregen wij trek, dus we stopten even bij de McDonald's. En ik vond daar toch een leuk cadeautje in mijn Happy Meal. Nadat ons buikje weer vol was, gingen we gelijk weer op pad. En het avontuur ging verder. Eenmaal aangekomen bij de bestemming, mocht Bart alles zelf uit de auto tillen. Ik wilde eigenlijk gewoon niet helpen. Bart had nog nooit focusdrink gedronken. Dus ik was benieuwd welke hij het lekkerst vond. Hij was er erg blij mee. Wel lekker deze. Heel anders dan ik had dat verwacht. Ja? Ja, het is de eerste keer dat je het neemt, hè? Ja, van deze twee ben ik niet blauw lekker. Echt? Ja. Nou, dat is al mooi. Ook wel lekker. Ja? Ja. En welke is het lekkerst? Ja. Je blauw het lekkerst? Ja.